Een bruisend hardloopevenement in Park de Wezenlanden tweede Pinksterdag. Daar werd de eerste editie van de Bubble Run gehouden. Een funrun waarbij hardlopers door schuim heen rennen. Nou, de Bubble Run is ontstaan uit de Kollering. En dat hebben wij eerst jaren georganiseerd. En toen heeft de organisatie gezien dat in Amerika de Bubble Run was. En dat hebben ze naar Nederland gehaald. In totaal stonden er zo'n 900 deelnemers aan de start. Ja, super. Ik ben hier samen met mijn dochter van 4 jaar oud en met mijn vrouw. En we hebben het ontzettend naar ons zin. Ja, het is leuk. Het is wel warm met zo'n ding om, maar dan is het schijn echt heerlijk om even af te koelen. Maar zeker leuk. En heb je een medaille gekregen? Ja, want ik zei al toen straks ook al tegen mijn moeder, ik hoop dat het eerst wordt en het is ook gelukt. De hardlopers konden 1 of 2 rondjes van 2,5 kilometer in het park rennen. Op 3 plekken stonden schuimkanonnen. Hoe vond je de bubbelrun? Leuk! Super! Waarom vond je het zo leuk? Omdat er heel veel schuim was. Ik vond het schuim ook heel leuk. Ik zie het. De bubbelrun trok flink wat bekijks. Ik vind het hartstikke leuk. Ja hoor, echt heel sportief, heel gezellig. Ja hoor, geweldig. Ik vind het hartstikke leuk. Mooi weer erbij, lekker spelen met schuim. Iedereen heeft lol. Dus ja, prima. Nou, mijn kleinkind, mijn dochter. Ja, leuk. Het hele gebeuren. En Wezenlandenpark is toch een begrip hier. Ja, leuk. Aan de bubbelrun is een goed doel gekoppeld. Een gedeelte van de opbrengst is voor stichting Get Connect. Een stichting die zich inzet voor mensen met langdurige klachten van een hersenschudding.